Hoi hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video laat ik zien hoe je meer uit je embossingfolders kunt halen. Uit de kanaalgegevens is gebleken dat meer dan de helft van de kijkers niet is geabonneerd. Als je niets wil missen, abonneer je dan en vergeet niet de notificaties aan te zetten. Dankjewel! Alle materialen die ik in deze video gebruik vind je terug in de beschrijving onder de video. Allereerst maak ik met een droge doek altijd mijn embossingfolder schoon, zodat ik zeker weet dat er geen inkt of achtergebleven viezigheid op mijn kaartje komt. Voor deze techniek gebruik ik de dikgedrukte stukjes op de embossingfolder en dus niet de kant waar de stukjes zijn uitgediept. Op de dikgedrukte zijde smeer ik heel voorzichtig en met weinig druk, eigenlijk vrijwel geen druk, een kleur de-stress oxide die ik graag wil gebruiken. Vervolgens leg ik het papier dat ik wil embossen voorzichtig tussen de folder en ik zorg er daarbij voor dat het papier niet meer verschuift, zodat de inkt zich niet kan verspreiden over het papier. Vervolgens haal ik de embossingfolder minimaal 2 keer door mijn die-cut machine. Zorg er ook hierbij voor bij het plaatsen en bij het weghalen dat de embossingfolder en het papier niet van elkaar verschuiven om eventuele resterende inkt niet te kunnen laten verspreiden. Haal je papier tussen het embossingfolder vandaan en voilà, je hebt een mooi achtergrondje voor je kaart. Vergeet de embossingfolder daarna niet weer schoon te maken met bijvoorbeeld een droge doek, zodat je met een schone lijn kan beginnen. Ik laat je nog een aantal keer alles rustig zien. Maar voordat ik dat doe, laat ik je eerst zien hoe ik dit stukje papier, geëmbost papier, omtover tot een leuke basis. Eerst breng ik wat glitterverfspetters aan voor wat shiny effect. Ik vind het zelf altijd een heel leuke toevoeging aan een achtergrondje en het geeft net even een finishing touch aan de basis van je kaart. Vervolgens plak ik met vloeibare lijm een patroonpapiertje, passend bij het embossingpapier dat ik net gemaakt heb, op de basiskaart. Ik gebruik vloeibare lijm zodat ik nog kan schuiven als dat nodig is. In de tussentijd kan dit goed drogen en daarna knip ik de resterende papierresten af langs de kaartrand. Tijdens het drogen snijd ik aan alle zijden van het embossingpapier 1/2 centimeter af. Dat doe ik met mijn snijapparaat zodat de randen mooi strak zijn. Als de randen niet strak zijn en gerafeld zijn, heb ik nog een tip voor je. Maar die zie je verderop in de video bij het blauwe kaartje. Ook het embossingpapier is nu klaar om op de kaart te plakken. Met vloeibare lijm plak ik het op en zo heb je een superleuke kaartbasis. Gebruik je glitterpapier voor je kaartje, dan zou ik geen vloeibare lijm gebruiken. Bij het groene kaartje geef ik hier een tip voor, so stay tuned. Zoals beloofd laat ik je de techniek nu nog eens zien met een kleine toevoeging, namelijk een ombre effect. Zorg ervoor dat je embossingfolder goed schoon is door deze af te nemen met een droge doek. Smeer daarna voorzichtig en met weinig druk de inktkleur die je wilt toevoegen op de embossingfolder. Voor dit kaartje wil ik een ombre effect creëren en daarom gebruik ik roze en rode inkt. De rode inkt die op de roze inktpad achterblijft kun je weer wegvegen aan een droge doek zodat je inktpad niet beschadigt. Voor zekerheid geef ik je deze tip mee, gebruik eerst de lichte kleur, daarna pas de donkere. Leg het papier voorzichtig tussen de embossingfolder en probeer deze zo stil mogelijk te houden zodat de inkt niet kan verplaatsen. Haal voor de zekerheid de embossingfolder minimaal 2 keer door je die-cut machine voor de beste transfer van de inkt op je papier. Verwijder vervolgens voorzichtig de embossingfolder en neem deze weer af met een droge doek. Bij deze embossingfolder zaten ook stanshartjes, dus die duw ik er nog even uit en voilà, je ombre embossingpapier is helemaal klaar. Ik laat je het proces nu nog 2 keer zien, maar ik ga er wel wat sneller doorheen. Maak dus eerst je embossingfolder goed schoon met een droge doek. Smeer voorzichtig de stempelinkt die je wilt gebruiken op de embossingfolder. Ik gebruik de kant waar de stukjes uitsteken. Gebruik je de andere kant, dan krijg je juist het negatief van het patroon. Ook erg leuk om een keer te proberen. Doe voorzichtig je papier tussen de embossingfolder en probeer hierbij zo min mogelijk te bewegen. Eigenlijk gewoon helemaal niet. Haal voor de zekerheid de embossingfolder minimaal 2 keer door je die-cut machine. Verwijder voorzichtig de embossingfolder hierna en maak deze weer schoon van resterende inkt met een droge doek. Zoals ik net had beloofd, zou ik terugkomen op het gebruik van glitterpapier en het opplakken hiervan. Uit mijn ervaring weet ik dat vloeibare lijm meestal niet goed houdt op een glitterachtergrond. Daarom gebruik ik bij een glitterpapiertje altijd dubbelzijdig tape.
Deze duw ik ook altijd nog even aan met een vouwbeen, zodat alle plekjes voorzien zijn van lijm. Let er bij het gebruik van dubbelzijdig tape wel op dat je dit vaak niet makkelijk kan verschuiven of loshalen. Wees dus zeker van je zaak en duw het daarna pas aan. Ik vind het prettig om de kaartbasis en het glitterpapier met de zijkant op mijn bureau te zetten en het dan op elkaar te duwen. Voor het embossingpapier gebruik ik ook dubbelzijdig tape en deze plak ik dan bovenop het glitterpapier. Voilà, het volgende kaartje is ook klaar. Ik laat je de stappen nog een laatste keer zien met dit blauwe kaartje, maar ik geef je wel nog een nieuwe tip voor als het papiersnijden niet helemaal goed is gegaan. Stap 1. Maak je embossingfolder schoon met een droge doek. Stap 2. Smeer de inkt voorzichtig en met weinig druk op de embossingfolder. Stap 3. Stop het papier tussen de embossingfolder en haal deze minimaal 2 keer door je die-cut machine. Beweeg het papier niet of in ieder geval zo min mogelijk. Stap 4. Verwijder de embossingfolder en maak deze schoon met een droge doek. Na het snijden heb je wel eens van die gekke rafeltjes dat je die overhoudt. Je kan dan met een nagelveld langs de betreffende zijkant gaan. De nagelveld zorgt ervoor dat de rafeltjes verdwijnen. De beste manier is om je papier plat op je werkplek te leggen en er dan vanaf de achterkant overheen te wrijven met de nagelveld. En zo creëer je dus 4 leuke kaartbasissen met embossingfolders. Ik hoop dat je iets aan deze informatie en stappen hebt gehad. En als je deze video leuk vond, laat dan even een like achter. En vergeet je niet te abonneren als je geen enkele video meer wilt missen in de toekomst. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!